Sparta speelde in dezelfde formatie als zondag toen het verrassend Ajax klopte. Heel Rotterdam hoopt dat deze 4-4-2 formatie opnieuw voor een stunt zorgt. Bij PSV kiept Jan-Willem van Ede. Hij vervangt de vaste nummer 1 Waterreus die een enkel blessure heeft. Ook PSV speelt 4-4-2. De Belgen Niels en De Bilde zijn de twee spitsen. Ja, de bal is lastig te verdedigen. Zender pikt hem op. 3 PSV'ers. Zender kan zelf scoren. Goed gestopt van Metgod. Cocu zoekt De Bilde die snel is. En doelgericht ook. De Bilde. Niels, dat lijkt me toch buitenspel. Niels scoort niet. Metgod stopt andermaal. Schot Petrovic. Nu wordt er wel gevlacht voor buitenspel van Niels. Zo krijgt PSV in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd nog twee behoorlijke kansen. Deze is mooi uitgespeeld van De Bilde. Nee, het is geen buitenspel van Niels. Goed gezien van grens en scheidsrechter. Maar een goede stop natuurlijk ook van Metgod. De Bilde tussen 3 Spartanen. Marilia is 1 daarvan. Niels laat de bal vallen, maar Alphen weer het best. En stuurt Fortes weg van de rechterkant af. Waar die verrassend speelt, net als zondag tegen Ajax. Van Laan vraagt de bal. Maar Fortes wil zetten. Nee, dat is een mooi hakje van de Laan. Het leek erop alsof Fortes zelf wilde schieten. Maar met een hakje zette die Arjan van der Laan vrij. Zenden, dan van de bal af, dan op de bal toe. Moeilijk te verdedigen door Marilia, die bovendien geen echte rechtsback is. Numan stoot door. Metgod. Zijn oud-clubgenoot Jan-Willem van Ede. Petrovic. Niels. Petrovic loopt door en is vrij. Mogelijkheden weer voor PSV. De 4-man van Ede doet Petrovic het zelf. Prachtige beweging van Petrovic. En de bal van de doellijn gehaald. En dan is het Metgod die redt. De bal van de doellijn gehaald door Nieuwenburg. Bal weer op De Bilde. Gerard de Nooijer, corner. Corner Jong. Daar is Stam. En daar is Cocu. 1-0 PSV. Van Jong is perfect. Stam is de linkse afleider. Cocu wordt slecht gedekt en knikt de bal in de 25e minuut langs Metgod. 0-1. Alphen. We zien door Fox. Dan wel Fox op De Bilde die niet buiten spel staat en dat Burr Helder is blijven hangen. En hier kan PSV de wedstrijd al vroegtijdig beslissen. Petrovic. Vraagt hem richting de kasteeltoren in plaats van tegen de tower. Jonk. Controleert. De Bilde, zoals PSV de wedstrijd controleert. Zenden, die speelt met de Braziliaan. Marilia. Jonk. Cocu. Zenden. Geweldig schot op de paal. Meer speelt in op De Nooijer. Dat is een goed schot van De Nooijer en het is 1-1 ook. Dit is De Nooijer, dat is een mooie. Een echte voren spits die lang uit vorm was. Maar die vorm is er weer. En zo is Sparta langs zij, daar waar PSV al op 3-0 had moeten staan. Prachtig in de hoek langs Van Ede gevuld door Dennis De Nooijer. 1-1. Van der Laan. De Nooijer is maat voorin. Toeval weer De Nooijer.
liggen tegen Van Petta. Regenreef staat er kort bij en geeft geen strafschop. Ondanks woedende protesten van de Spartanen. Jongen, Niels, Zenden, Schepping Alphen. Die de klasse heeft om een wedstrijd te beslissen. Ook de vorm. De bal bij de tweede paal legt en daar is de Wilde. Perfect uitgespeelde aanval. En een hoofdrol voor Boudewijn Zenden. Goed afgemaakt door de Wilde. Prachtige aanval van PSV. Zenden legt hem op de kop van de Wilde. En die scoort 2-1. Luc Niels zag het bord met nummer 10 omhoog gaan. Paalt verschrikkelijk en gaat onmiddellijk naar de kleedkamer. Claudio, de jonge Braziliaanse spits, is zijn vervanger. De Nooijer. Naar de Nooijer. Wat kan Sparta nog? Hij heeft er net zoveel veerkracht als zondag tegen Ajax. Fortes. Een gevaarlijk schot. Van der Meer. De Nooijer. Oh, mooi van Petta tussen de benen doorgespeeld. Poortijder. Nu die bal terugleggen. Of zelf doen. De Nooijer wil het zelf doen. Van Ede redt. Er kan zien. Fortes. Weer van Ede. Tegenstoot PSV met Claudio vooralsnog solo voorin. Nu is er ook de Wilde die gepaard waar hij die bal wil hebben. Maar het wordt Stinga, want die staat vrij. Goeie redding met God. En de Meer. Dennis de Nooijer. Groenendijk. Valks. Cortes. Graaf voor zijn linker, dat weet ook Zenden. En Fortes lukt het. Kopstoot van de Laan. Dennis de Nooijer. Fortes. En zo zet Sparta PSV toch weer met de rug tegen de muur. Dit is Slorder. Dit is de bal van de Nooijer. En Sparta geeft niet op. Een strekbeen van Jong. Het mag van Wegenreef. Tegenstoot PSV. Prachtige actie in de beelden. 3 tegen 2 PSV kan het nu afmaken. De Wilde, Cocu, Nieuwenburg. Cocu, met God, Hebbes. Groenendijk, de Nooijer buitenspel. Is dat wel buitenspel? Met Numan daar als PSV-verdediger nog bij. De Nooijer vindt het in elk geval van niet, maar hij is betrokkenen. Beschepping Cocu. De Wilde staat scherp. Claudio is ook weg. De Wilde heeft de 3-1 en de beslissing op zijn schoen. En hij doet dat beheerst. De absolute uitblinker van vanavond op Spangen. Gilles de Wilde. Een kanje van een spits. Hij is de meerwaarde vanavond op het kasteel van Spangen. De steekpaas van Jong is natuurlijk ook naar behoren. Maar de Wilde maakt de karwei af. En zo hoopte Rotterdam-Zuid heel lang op een stunt van Rotterdam-West. Maar PSV boekt hier een belangrijke 3 punten. Dankzij vooral Gilles de Wilde. Sparta PSV 1-3. Ja, op een gegeven moment stond 1-2 voor. En moeten we eigenlijk de wedstrijd uitspelen. Maar we maken onszelf moeilijk. En daardoor komen we natuurlijk een kwartiertje in problemen. Dus het zou eigenlijk niet mogen gebeuren. Maar ja, het belangrijkste is dat we winnen vandaag. Het belangrijkste toch ook een beetje voor jou is dat weer Gilles de Wilde de belangrijke doelpunten maakt. Ja, kijk, wie ze scoren is eigenlijk niet belangrijk. Het is natuurlijk leuk als je ze scoort. Maar er zijn nu nog 4 wedstrijden te gaan, dus we moeten gewoon voor de titel gaan. Zo simpel is het. Je doet heel bescheiden, het wordt ook een heel klein beetje bij België. Maar je moet toch ergens dieper in je hart toch wel iets hebben van zo lang niet gespeeld en dan nu toch de man bij PSV. Nou, je doet terug natuurlijk. En kijk, ik ben aan het doel gekomen die die kans maakt om de titel binnen te halen. Dus, ja, Feyenoord is een beetje teruggekomen, maar nu moeten wij gewoon proberen de laatste 4 wedstrijden uit te spelen en gewoon de titel pakken. Wat is jouw succes? Wat is jouw succes bij dit PSV? Samenwerking met Luc Niels, hoewel hij er vanavond niet zo uitkwam.
Nee, ik denk gewoon, het is een hele goede ploeg. Dus anders zouden ze niet nummer 1 staan in de PTT-competitie. Dus ik word denk ik ideaal aangespeeld door Wim Jonk onder andere ook. Dus ja, het is gewoon een heel goed uitgebalanceerd elftal. Is dat het succes? Of is het toch ook een beetje Gilles de Bulde die helemaal zijn draai heeft gevonden bij PSV? Nee, ik weet niet. Ik heb 3 of 4 wedstrijden gespeeld. Dus nee, dat kan je niet zeggen. Je scoort iedere keer. Ja, maar de belangrijke goals. Ik word goed aangespeeld. Kijk, die eerste goal is een ideale voorzet van Boudewijn. Dus de tweede goal is een goede pas van Wim. Dus ja, voor de spits is het natuurlijk ideaal. Ondanks het feit dat je nog maar een paar wedstrijden meedoet, kun je het dan een beetje vergelijken met België? Nee, het is nog misschien iets te vroeg voor. Misschien dat ik nog een halfjaartje in de competitie moet spelen om het te weten. Nu is het eigenlijk nog iets te vroeg. Maar je krijgt toch meer ruimte, denk ik, in Nederland dan in België? Ja, ik denk dat ze mee. Ja, ook omdat ja, ieder het verschil hier is, denk ik, dat zogezegd kleinere clubs evenveel voor de overwinning gaan dan de grote clubs. Daar waar het in België misschien iets anders is, waar de kleine clubs meer spelen om niet te verliezen. Hoe zijn de tegenstanders ten opzichte van jou? Merk je iets aan het feit dat je dat beroemde incident hebt meegemaakt? Gedragen ze zich sportief? Nou, ik heb geen enkel probleem. Dus op dat gebied vind ik het perfect van de verdedigers van Nederland. Realiseer jij dat straks misschien aan het einde van de rit de mensen zullen zeggen PSV is kampioen geworden door Gilles de Bulde? Ook omdat je niet naar Feyenoord bent gegaan? Ja, dat zullen we zien op het einde van de rit.